Ja, hij kan er vanuit op zijn TV afdraaien weer. Ja, ze afgelopen weekend. Zeg eens wat, filmster. Zeg eens wat. Opa vindt het leuker op de foto dan op de film. Oh ja. Wij waren een keer bij dat plassengebied in Mook. En toen ging ik een foto maken van Jur, die stond bij het water. En ging jij er gauw bij staan. Toen wou jij ook op de foto. Die foto heb ik nog. Weet je dat nog, Jur? Nee. Maar nou ben je echt een filmster. Ja, moet je daar zo lang... Ja, we hebben heel lang een plaatje van je gek. Leek je nou op? Ja, ik ben nou op. Alles wat je nou zegt, dat kan tegen je gebruikt worden. Hij wordt helemaal stil van. Ik weet niet meer wat hij zeggen moet. Daar kun je dan mee uitkomen. Heb je voor 5 gulden? Ja, daar heb je wel ijs voor. Voor 5 piek heb je wel ijs. Heb ik voor opa heb ik lekker fris. Van die horentjes. Ja, met slagroom? Niet te meer ijs en slagroom. Hoe is jouw slagroom erop? Opa wil veel slagroom. Nee, meer ijs wil hij toch? Dit is ook voor opa, kijk eens, wat opa krijgt. Een heerlijke oranje limonade. Opa heerlijk. Volgens mij van de week. Dat helemaal geen smaak had. Nou, dit is niet op de zuipen, maar om... Het is een videocamera. Ja. Daar kan je dus tv-films mee maken. Die kan je rechtstreeks op de tv afspelen. Ja. En dan neemt hij mij en ik haat het om mezelf te zien. Want ik vind mezelf zo'n verschrikkelijk figuur. Doe die onderkin weg. Kijk. Dat ben je altijd om te weten. Nee, maar ik heb zo'n ordinaire stem. Vreselijk. En ik heb enge hartjes. Jij komt nou, Bert. Wees me niet bang. Mag ik ook? Ja, jou moet ik echt even scherp stellen. Op mijn werk. We moeten in de lens kijken, Pico. Pico? Hey. Dat Pico, ja? Dat is afgelopen. Dat Pico jij dat niet meer. Dat pik ik niet meer. Die zegt maar gewoon papi tegen mij. Goed duidelijk. En dat gebaar, dat heb ik je ook niet geleerd. Doe maar lekker gewoon. Je moet in de lens kijken. Arrogante lul. Onthuim me? Ongelooflijk arrogante lul. Met je camera. Zoveel sinaas. Drie oog. Dan ijsblok erin, ja? En dan rode wijn. Doet hij het nou? Ja. Of sta je boven in de zijk erin? Nee, nu ga ik je echt opnemen. Als je de klik hoort, luister. Daar hoor ik een horloge van. Ik heb gezegd van hij is er schrik ervoor. Dan moet ik vrijdag om 3 uur daar zijn voor. Dus, als je een beetje zijn best doet, dan haar een beetje normaal komt. Het is gewoon een kennismakingsgesprek. Want daarna komt de selectie van. Ja, maar het gaat toch om de eerste indruk. Ja. Als de eerste indruk niet goed is, dan. De mannen zijn zo op. Spelen. Daar erg om elkaar heen. Ik vind het niet leuk. Mijn liefde, die mooie bloemen. Doe het niet. Die bloemen naar je. Echt te donker. Movie VHS. Ja, ik doe net een video. Dat is de bedoeling ook. Dan kom je normaal wel. Ja, je moet het natuurlijk doen. Kom je maar als je weet dat je gecontracteerd hebt. Zit je altijd verkrampt? Nee, maar als ik het niet weet en ik zie mezelf en ik hoor mezelf, vind ik dat ik zo'n ordinaire stem heb. Achterbuurt dus. Ik vind me echt een schuld. Met het licht aan jezelf. Als je erop let. Ik word eigenlijk... Nee, daarvoor worden, en dan zegt politici, geconfronteerd met zichzelf. Nee, de kop. Wat? Wat zie je dan allemaal? Ja, er zitten ook ja, je hele gezicht. Twee jaar. En als je het dichtbij had, dan word je onscherp. Ah, ja. Als je hem laat vallen. Klaar? Ja, kan je ook gewoon doen als dat ding aanstaat? Zal ik eens opname maken voor je gebit? Wat een kop. Hou je gebit er eens uit? Maandag. Vind ik het dan. Was het er ook? Nou, het is wel leuk. Uitzoomen. Nee, dat lukt.